Soms krijg ik wel eens de vraag waarom ik nou per se de diagnose autisme wil hebben, want je bent toch gewoon wie je bent. Maar vandaag vertel ik je mijn verhaal. Dan misschien moet jij het hebben over uh, de ik snor. Hoezo? Nou ja, dat is het enige wat er nog op je gezicht staat. Ja. ja, voor de mensen die niet kijken, ik heb mijn baard eraf gehaald. En aangezien ik dat al tien jaar niet had gedaan, daarvoor waren het een beetje plukjes hoor, dus het was niet echt een baard. Maar op een gegeven moment had ik wel echt een baard en ging naar een barber toe en zo. Nu heb ik het helemaal eraf gehaald, behalve de snor. Nu denk ik, ja, ik weet niet of, helemaal of dit mijn stilo is. <laughs> ik vind het een beetje alsof ik een uh, hipster wil zijn. Ja. Ja, wel een beetje. Wil je dat niet zijn? Nee, ik ben niet zo hipster. Oh. Maar uh, ik, uh, ik, heb ook nog een bril. Die heb ik ook weer op. Dus. Uh, ja, helemaal leuk. Grote nerd die er uh, rondloopt, toch? Ja. Snoerigje, ah, vriendigje. Uh, neus. Ik heb echt de laatste dagen weer last van klachten. Mijn neus zit er helemaal vol Hoe uh, oh, je denkt dat komt door de weersomslag? Zo. He, omdat dat zo raar weer ook is. Warm koud, warm koud. Voor de mensen die met een grote cliffhanger achter zijn gebleven de vorige keer. Hoe gaat het met je kies? Oh, was dat een klifhanger vorige keer? Nee, we begonnen ermee, maar ik denk oh. misschien dat de mensen toch benieuwd zijn. Oh ja, nou ja, hij is eruit. En het viel me alles mee. Ja, ik was heel angstig. Gisteren gebeurd. Ja, ja ik heb nu al geen pijn meer. Nee. Geen heel... dikke wang gekregen? Nee. Vond ik wel jammer. Ik dacht van, het had me wel leuk gelijk als je zo'n dikke wang had. En dat je nee, zo... dat heb ik nog nooit gehad ook. Nee, dat nee. heb ik best wel vaak hoor. Ja, dat is vaak als het niet goed is, denk ik. Ah. Het kan een beetje opzetten, maar als je echt een hele dikke wang hebt, dan is het denk ik ontstoken. Mm. Maar ik lag er in die stoel en uh, het was krak, krak, krak en uh, klaar. Krak, krak, krak. Was eruit? Oh. Er kwam een heel klein kiesje uit. Kiesje? Ja, heel klein. Hoe normaal gesproken had ik een hele grote wortel en kiesje, maar dit was heel klein. Hm. Ja, mijn uh, moedervlek, uh, daar weet ik niet helemaal zeker wat het uh, is. Althans, Jawel, dat weet je wel. Ze hebben gezegd, tenminste, de, zover ze kon zien, was het een normale moedervlek. Mm -hmm. Maar ze zouden het met de huisartsen bespreken. En daar heb ik niks meer van gehoord. Ook niet op mijn gezondheid, net niks. Nee. Dus ik moet daar maar weer gaan bellen. Maar ik denk dat het niks is. Daarnaast uh, is er nog een grote snackbox die eraan komt. Ja, dat is wel leuk. Want uh, voor de mensen die denken: van... hé, hey, vorig jaar had je toch een mysterybox. Dat klopt. We hebben een mystery box samengesteld voor jullie die 26,99 kost. En vanaf nu, als je dit luistert uh, te bestellen of te pre-orderen is bij Snackje. Dan vraag je je natuurlijk af hoeveel waarde zit erin? Nou, de waarde die erin zit is zelfs 6 cent meer als dat je ervoor betaalt. <laughs> ja. En uh, de verzendkosten is 4,99 euro. Uh, ik zal ook gelijk open zijn op het financiële gedeelte. Ik krijg 40% van de winst en een snackje 60%. En dat komt neer op uh, bij mij volgens mij 3 euro per doos. Oké. Okay. Dus op zich als je er 1000 verkoopt, best leuk. Ja. Yeah. Uh, maar dat ga ik nog niet vanuit. Ga je er nog iets van de video voor maken of ga je het gewoon benoemen in je video? Ik ga verder benieuwd. Oké. Okay, die, die komt morgen je het online. Op. Die is oh. nog niet opgenomen nu. Oké. Okay. <laughs> maar <laughs> ik denk dat het de beste is om dat te doen. Ja, leuk. Ja. Dus uh, we gaan daar even naar de supermarkt. Leuk, ben benieuwd. Ik Lekker. zat dus laatst te kijken op uh, internet. En uh, ik was te kijken wat. Maar waar wordt er nou veel naar gezocht? Oh ja. Uh, Omtrent autisme. Mm -hmm. En waar er veel uh, op gezocht wordt is uh, vrouwen en autisme. Mm -hmm. Nou, daar hebben we natuurlijk een documentaire over gemaakt. Uh, depressie en autisme en ADHD en autisme. Blijkbaar zijn dat allemaal. Haakjes waar veel naar gezocht wordt, Dat ze ja. echt hoge... Maar vooral um, depressie en autisme. Ja? Ja, en wat is autisme? Maar ook of autisme een ziekte was, toch? Oh ja, ook die inderdaad, ja. Ik vond het heel interessant dat, dat, dat daar dan heel veel naar gezocht en werd. En of het te genezen was. Ook nog. Ja. Dus ik dacht, in deze podcast kunnen we het misschien wel een beetje hebben over... Nou, misschien een deel van... Ja, genezing. Precies. Ja. Kom hier had de demonen in mijn hoofd Ik dat we misschien beginnen bij uh, diagnosegedeelte. Ja. Ik ja. denk dat er weinig mensen die daar echt kaas van hebben gegeten. En we hebben het natuurlijk in de documentaire het wel een klein beetje belicht. Maar van wat precies van de diagnose nog? Nou, hoe dat tot stand kwam, hoe, uh, hoe, je, hoe je er op een gegeven moment aan begon te denken dat het misschien oh, dat oh, zou okay, kunnen zijn okay, okay. van echt vanuit vanuit het begin. Dus ja, je, je ja. was een klein keutertje een klein kneuteltje was. Ik. Kneuteltje. Want ja. hoe begon? Want kijk, dus jij ja. had altijd problemen. Dank je. Ja. Toch? Dat was toch zo? Je had, had altijd problemen. problemen ja. en waar begon? Waar begon het hele verhaal? Uh, 1992. Weet je, toen werd jij geboren. Ja. 16 december 92 zeker. Ja. ja en ik was een baby. Ik had het heel moeilijk met op de wereld komen zijn, mijn moeder. Ja, echt? Ja? ja. Ja, het was echt zwaar. Het was niet mijn eigen keuze, denk ik. Nee. Nee. Werd echt vanaf boven, werd ik erin gegooid. Zo nou, Nu ga je nog een keer. Weg. Ja. Nu voor, gaan we. Vorige keer heb je het niet goed gedaan. Nu ga je als artiest. <laughs> maar dat zeg ik nog niet. Totdat je 22 bent. Bam. 22, 20, vroeg? 20, 20 sorry. Redelijk vroeg, hè? Kan je dat voorstellen, 20 redelijk vroeg, vroeg is? Ja, nou, dat is dus niet redelijk vroeg, toch? Ja, als ik online lees wat mensen, ja? hoe laat zij allemaal hun, op welke leeftijd ze allemaal een diagnose krijgen, dan ben ik er redelijk vroeg bij geweest. Toch wel? Ja, en dat vond ik, ik vond het al laat, om eerlijk te zijn. Ja. Want je was een jong kind. Maar ik was een jonge meid en ik was eigenlijk voor heel veel dingen bang. Uh, maar ik snapte ook heel veel dingen niet. Zoals. Uh, het duurde wel even voordat ik door had dat ik het niet snapte hoor. Okay. Want soms kun je iets niet snappen, verwarren met angst. Mm -hmm. uh, maar um, bijvoorbeeld uh, als er dingen uitgelegd werden in de klas, dan knikte iedereen zo: van ja, ja, en ik dacht geen flauw idee waar het over gaat. Yeah. En dan ging ik altijd afkijken van hoe anderen het deden en dan deed ik dat na. Uh, en dat was eigenlijk met heel veel dingen, sociale dingen... maar ook gewoon uh, schooldingen. Uh, uh, dus op dat uh, gebied merkte ik wel dat ik een beetje anders was. Ja. Of dat ik in ieder geval... Een beetje erbuiten viel? Ja, een beetje de viel. Als in dat iedereen heel veel dingen uh, van nature leek te kunnen en te doen en te snappen. En bij mij het allemaal... Ja, ik werd er wel echt onzeker van, want ik dacht... Wat is er nou mis met mij dat ik dat allemaal niet zo snap? Zoals de rest het wel lijkt te snappen. Maar kijk, heel veel mensen... Kijk, ik, de, ik liet ook niet zien dat ik het niet snapte. Hè? Je, deed, je deed wel een soort van mee, alsof je ik het Ik deed mee, geeft. ik keek gewoon af, ik deed mee. Dus misschien waren er nog wel meer mensen in de klas die het niet snapten. Mm. En dat iedereen dan maar doet alsof ze sna, het snappen. Eigenlijk moet je er één in de klas hebben die zegt, ik snap het niet. Ja, en dat deed je, durfde je nee, niet? Nee, dat, dat deed ik ook niet, dat durfde ik niet. Nee, ik wilde vooral niet opvallen natuurlijk. Nee. Um, maar de basisschool... Ja, heb ik vooral heel veel uh, angsten gehad. Ja, maar dat, 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 dat kwam je wel doorheen. Ja, ik kwam er wel doorheen omdat dat ook met kinderen omgaan was heel erg nog spelen. En ik liep er heel erg tegenaan op de middelbare school dat je opeens in een rondje moest gaan staan en moest gaan praten. Ja. Toen pas kwam ik erachter dat ik eigenlijk. Ja, ik kreeg niet dingen in me op die ik kon zeggen. En als ik wel wat in me op kreeg. Dan, dan was het alweer. Was, waren ze alweer bij het volgende onderwerp. Ja, of dan durfde ik het niet tussen te gooien. Of kon ik niet het juiste moment vinden. Want zoveel als dat jij nu uh, lult, uh, vaak. Dat kon je vroeger niet, toch? Nee, maar nu nog steeds niet hoor. Als ik in groepen ben. Nee, in groepen. Maar gewoon überhaupt kon jij niet zo heel goed praten, toch? Destijds? Nee? Nee, ik kon ook helemaal niet. Uh, me goed verwoorden en weten wat er nou precies uh, aan de hand was, ik snapte het ook echt allemaal niet. Kon je dat ook toen destijds had je dat ook door dat je dat niet wist, dat je dat niet deed? Of? Nee, ik dacht wel echt dat ik angstig was. Ja, ja. Maar als je er langer over praat en ook met verschillende mensen over praat, hulpverleners, kom je er wel achter dat het misschien niet alleen angst was. Het was ook, er komt niks in me op. Ja. En of er kwamen dingen in me op en uh, ja, daar werd ik onzeker of het wel op, er, erbij paste, of wat dan ook. Mm. Het waren allerlei, uh, ja, allerlei, um, hoe zeg je dat? Moeilijkheden die het sociaal contact gewoon heel erg uh, lastig maakten. En uiteindelijk uh, werd ik daar uh, depressief van. Hoe oud was je toen? Vijftien. Mm -hmm. Omdat ik... Uh, hoe ging dat dan op school? Ja, ik had toen, ik vond het heel lastig om vriendin te maken... maar ik had toen twee meiden waar ik mee omging... En um, toen was, ging ik naar de vierde. En eentje bleef zitten. En één ging van school af. Mm -hmm. En toen was ik eigenlijk alles kwijt wat ik daar had. En toen was ik alle moed verloren. zei ik toen ook wel. om nog te proberen. überhaupt andere contacten te maken. En toen was ik, ja, moeder Gio alleen op die school. En toen nou, was het al. Ik denk dat ik al binnen drie maanden. Kon, trok, trok het al niet meer. Nee. Toen uh, heb ik ook nog wel hulp gehad op die school. Maar dat was alleen maar een. verenende vrouw die. Uh, ja. Ja, van die zo'n uh, zo uh, schoolpsycholoog. Ja, maar die van. begreep er helemaal niks van. Nee. Maar uiteindelijk, ja, ik denk ook... die viel ik misschien niet zo heel te begrijpen... want ik kon mezelf ook helemaal niet verwoorden. Nee. Dus misschien zat ze ook maar te vissen. Want hoe, hoe zat jij... Ja, dat waarschijnlijk inderdaad. Die probeerde waarschijnlijk wel te helpen, maar die kwam er niet uit. En dat kan soms ook tot frustratie leiden Ja, maar ze zaten altijd te vissen. En wat er altijd terugkwam was of ik niet een eetstoornis had. Nou, ik had gewoon geen moeite met eten, maar... Um, of met eetproblemen. Alleen, uh, ik, ja, dus je, als je somber bent... ik kreeg geen, uh, vaak geen hap door mijn keel. Nee. voelde me ellendig. Maar er werd altijd daarop gegooid... terwijl ik daar geen problemen mee had. Of het feit um, dat ik gewoon lekker niet naar school wilde. Je wil gewoon zeker lekker niet naar school. Er zijn momenten dat je inderdaad niet graag naar school gaat. maar, kan nee. het, ook inderdaad maar dat het was ik... niet dat ik lekker thuis wilde zitten. Thuis nee, vond ik nee, nee, het ook nee, niet nee, leuk. Precies, nee, je vond het eigenlijk nergens echt leuk. Nee. nee, dus het was gewoon... Uh, ja, een uh, ellendige tijd. Ja. Maar, uh, toen, toen was je 15 en toen. 15. Toen was ik 16. Ging ik naar een of andere groep, therapiegroep. en dat was overdag en dan ging ik daarna wel naar huis. Uh, en daar heb ik heel lang behandeling gehad voor. Uh, ze gaven mij de diagnose angststoornis en depressie. Wie, wie is ze? Wie heeft dat gedaan? Uh, ja, dat heette de Jutters. Het is een soort van jeugdzorg, maar ook weer niet. Een Soort van psychieu eigenlijk. Okay, yeah. Maar ik weet niet of het nog bestaat eigenlijk. Ik denk het niet. Mm. Nou ja. Maar je, niet je bent uit. daarbij gekomen door dat. Uh, mijn moeder heeft gewoon uh, gebeld uh, aan de, aan de, 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 de huisarts gebeld en ja. die heeft uh, doorverwezen. Ja, ja. Toen kwam er eerst iemand thuis, maar die zag al snel dat de problematiek echt te zwaar was om, uh, om nog uh, thuis te behandelen. Okay. Dus uh, dat, uh, ik, toen moest ik naar, uh, uh, naar een therapiegroep elke dag. Ja. En uh, dat was een hartstikke leuke tijd. Ja? Ja. Ja? Ja. En hoezo? Ja, echt heel veel uh, verschillende mensen die allerlei iets mankeerden. Heel veel sociale angst en depressie. En ik denk, het klinkt helemaal niet leuk, maar het was eindelijk een beetje je eigen soort mensen of zo. Je ja, dat zit. je niet de enige was die, uh, die wat nee. uh, mankeerde tussen. Nee, en omdat je allemaal in groepstherapie praat je natuurlijk open er wel redelijk open over. Niet iedereen deed dat, maar veel wel. En dan, uh, dan merk je ook van: oh ja, want als je op school zit. Dan is het net alsof je de enige bent. En als je op therapiegroep zit, dan weet je gewoon dat je niet de enige bent. Ja. En tot die tijd was er nog niks van autisme of zo uh, nee. voorbij gekomen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, ja. Ik had dan wel al uh, familieleden met autisme, maar eigenlijk voornamelijk mannen. Ja. Uh, en omdat er bij mij een diagnose angsthoornis uit was gekomen, mijn moeder die geloofde dat ook wel, um, omdat alles voornamelijk uit sociale angst leek te komen. Ja. En um, um, dus er was helemaal geen vermoedens van. Ja. Dan heb ik gezeten tot mijn acht in de therapiegroep en uiteindelijk um, wilde ik weer de wereld in. Nou, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. Ik wilde daar blijven, maar dat mocht niet. Oh, je was te oud? Ja, ik was te oud. Ik moest weg. En toen wilde je naar het Graafdiseeën, toch? Ja, en toen hoorde ik van, ja, maar je hebt HAVO gedaan, dus je kunt gewoon een mbo gaan doen. Nou, dat had ik in al die drie jaar nog niet gehoord daar, dus ik dacht, wow. Cool. Cool. Ja. kan gewoon een opleiding gaan doen die ik wel leuk vind. Je was eigenlijk te en, laat voor het aanmelden. Ik was te laat en, uh, voor het aanmelden. Maar toen had ik een mailtje gestuurd met wat voorbeelden van wat ik deed. Toen werd ik uitgenodigd. toen heb ik die test gedaan. En toen mocht ik, moest ik ze wel eerst nog overtuigen dat ik er echt klaar voor was. Want ik kwam natuurlijk wel van zo'n ja. therapieinstelling. Nou, daar heb ik me doorheen gebluffeld. Ik dacht, nou dat ga ik nooit kunnen, maar ik wilde het zo graag. Ja, je dacht wel toen destijds de ja, van dat. Was gaat het is natuurlijk meer. geen goede instelling. Maar ja, ik, ik, wist, ik had nog steeds niet leren omgaan met uh, mezelf eigenlijk. Ik had elkaar wel kunnen treffen, hè? Want jij ging de eerste beginnen en ik ging bij de vierde eruit volgens mij ja ik was achttien oh, um, dan toen ik uh, wij scheiden drie jaar toch ik ben nu dertig oh, drie, drie no, tw tweeënhalf jaar, dus jaar ja, ja, dan, dan dan was ik volgens mij derde of vierde mm. ja. zo ja zo we hebben elkaar ja, gewoon ja. Pas, het pad is gewoon gekruist een soort van gekruist op de ja. gravitéer alleen jij was <laughs> er één dag ik ben het ik ben er één dag geweest, ja. ja toen durfde je <laughs> al niet meer, toch? <laughs> ja, de, ja de, de, beste, de beste acht uur op school, toch? Oh, oh ik, ik heb één dag. En toen dacht ik, wat doe ik mezelf aan? Dat kan ik niet. Ja, de, 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 het Graaf Lycee in Rotterdam zit in een hele, heel groot gebouw. Ik moet zeggen, ik, laatst heb ik daar een presentatie gegeven. Uh, zij doen zoveel meer voor mensen met autisme. En, en, en ja? ze, ze houden zoveel meer rekening dan geboven. destijds. Oh. Maar ja. toen wist ik nog niet dat ik een autist was, hè? Nee. Nee, want dat was dus inderdaad nog niet aan Nee, de hand. nee. En nou, toen kwam ik weer thuis zitten na een dag. Gelukkig toen was je achttien dan? Ja, nee. gelukkig kon ik alles nog cancelen qua boeken en alles. Want dat kost natuurlijk ja, kostte ook geld. Ja. Uh, alles was gecanceld, ik kon terug bij mijn moeder, heeft uh, alles afgebeld om uh, er vanaf te komen. Ach ja, shout out uh, to mijn uh, moedertje, die alles voor me deed. Mm. Ja, toen kwam ik op het rare idee om nog HAVO te gaan afmaken. Oh, dat heb je nog gedaan? Ja, maar dat was alleen maar omdat ik geen diploma had en ik voelde me daar altijd zo dom over. Mm ik dacht van als ik dan in ieder geval dat heb dan kan ik tegen mensen zeggen dat ik mijn voor heb afgemaakt Bullshit, shit toch ja. als ik daar nu over nadenk dat vind je niet mm -hmm. ja. ja en nou, dat heb ik drie weken hey, ja ik vind het sowieso tegenwoordig als je weet wat je wil dan heb je niet altijd meer een diploma nodig nee. in sommige vakken nee hè, heel veel creatieve dingen heb je geen uh, diploma dingen, dat, nee, nodig dat, voor dat, mij dat, proberen ze je idee. wel wijs te maken ja. maar hm. ja toch ja maar jij hebt ik, er acht jaar is, op school gezeten om daar te komen ja ik ik, ik heb wel vaker willen stoppen, omdat ik dacht van... ja, wat leer ik hier nou eigenlijk? Ik kom meer online, ik leerde mezelf veel meer aan. Ik heb wel die tijd nodig gehad. En dat is soms wel fijn, dat ik denk, oh ja, die tijd heb je dan. Weet je wel? Ja. Want, want je, je hebt niks anders. Je hoeft niet mm -hmm. je rekening te houden met geld ja. vinden en dat soort dingen, niet per maar se. Maar hoeft sowieso want... niet toe, ga uiteindelijk bij jou thuis, of wel? Nee, want ik uh, woonde thuis en ik had niet zo heel veel geld gewoon. Maar dat maakte me niet zo heel veel uit. Nee. Um, maar nee, ik denk dat, uh, dat jij... Uh, hoe jij dat hebt gedaan best wel... Uh, ook kan, eigenlijk. Ja. Met aanleren van goed. jezelf en zo. Ja. Ja. Maar toen was je dus 18 en toen was ik ging 18, je 18. Favo, toen was ik 19. Ja. Dat drie weken volgehouden, weer hetzelfde probleem. De sociale angst. En daar is het punt waar ik nog nooit heb gehoord van je, eigenlijk per se, hoe dat is gegaan. Huh? Nou, dus je was 19 en ik denk dat je toen echt verder bent gaan kijken. Of niet? Want je kreeg op je 20e ja. diagnose. Ja, zeker. Um, toen ben ik waar ik toen gezeten had, de jutters. Ja. Uh, hebben we weer uh, gebericht of oh, daarmee... gebeld. Ja, okay. Omdat ik daar dan toch het autismeonderzoek zou kunnen krijgen. Maar hoe kwam het dan dat je... Dat je dat ja, je omdat ik dacht, ik zat om me heen te kijken. Ik denk, ja, er moet toch wat meer aan de hand zijn... dan alleen sociale angst. Want uh, ik heb nu jarenlang een therapie gehad. Van hmm. mijn vijftiende eigenlijk. Van mijn vijftiende had ik ook al hulpverlening, maar... En hoe sapje. was die therapie? Wat deed je dan? Um, heel veel angsten aangaan. Okay. Dus um, dan moest ik uh, de horeca in... en dan moest ik gaan afrekenen of bestellen of... Uh, in een andere volgorde. Eerst bestellen, dan afrekenen. <laughs> ja, ja, uh, ik moest... Hier heb je 100 euro. Maar wat ja. gaat u eten dan, mevrouw? <laughs> <laughs> ik moest mijn angst aangaan van bellen. Dus ik ging bellen naar uh, dingen uh, OV, alles. Ik moest alles aangaan. Okay. Dus ik heb dat wel echt als een goede tijd uh, Cognitieve gezien. Cognitieve gedragstherapie. Een hele goede therapie uiteindelijk. Ja. Het bestaat nu niet meer. Ja. Nou ja, die, die, die cognitieve gedragstherapie... Dat wel, steeds, maar niet maar... in de vorm van hoe ik het had. Dat nee. ik echt uit de maatschappij werd gehaald... en daar dagelijks zat. Dat punt vind ik altijd wel een beetje lastig. Ja, is ook ben ik ook niet per se meer mee eens. Maar ik vond het wel heel fijn, omdat... soms heb je gewoon wat intensievere therapie nodig. Ja. En uh, dat heeft me wel heel erg geholpen. Alleen... Het was heel erg gericht op de angsten aangaan en minder van waar komt dat nou vandaan. Ja, precies. Dus gingen niet, het ging niet echt diep. Het was meer, we gaan op de oppervlakte die angst aanpakken ja. en dan moet je in principe het leven weer aan kunnen. Ja, precies. Dan moeten die angsten verdwijnen. Dat is ook bij een angststoornis zo vaak. Hè? Ja. Dan ga je al die angsten aan en dan stapje bij stapje verdwijnt het helemaal op de achtergrond of grotendeels. En dan kun je gewoon weer in de maatschappij deelnemen. Ja. Maar bij mij verdween het niet. Het bleef elke keer weer terugkomen en alle hevigheid. Het werd ook niet echt heel veel minder. En toen was je 19 en toen maar toen was Ik 19. Kan, je, kan je nog herinneren het moment dat je dacht van ja, toen ik weer thuis zat na die Favo. Ja. Ik was er zo teleurgesteld in mezelf. Ik denk kan niks volhouden. Uh, omdat dat systeem was niet gelukt, die Favo was niet gelukt. En het liep allemaal stuk op dat ik hondsmoe werd van het reizen naartoe. Ja. En dat sociale contact. werd zo onzeker van ik snapte er echt helemaal geen ene kut van. Nee. Nee. En toen heb je nog eens, een keer, toen heeft je ma of heb jij een keer tegen je Ma gezegd van we moeten toch verder kijken? En toen dacht ik, ja, uh, zoveel jaar therapie, van mijn 15e tot mijn achttiende. Um, ik had daartussen nog een soort van ambulant, uh, dat er thuis nog iemand kwam. Dus nou ja, laten we zeggen tot mijn negentiende therapie. En ja. ik schoot gewoon niks op. Nee, je bleef eigenlijk op hetzelfde. Teken. Ik bleef elke keer op hetzelfde haken dat ik gewoon niet deel kon nemen aan de maatschappij. Uh, en toen dacht ik, er moet echt wat meer aan de hand zijn dan alleen maar angst. Want waarom ben ik nog niet van die angststoornis af? Ja. Dat dacht ik eigenlijk. En toen zei, hebben jullie de jutters opgebeld ja. en toen zei je van ja... We, we, we moeten... willen graag dat laten onderzoeken. Toen zei ze nou prima, kom maar. Ja. Dus toen ben ik daar gezitten voor al die testjes invullen. Terwijl ik dat aan het doen was, dacht ik al van ja... Ik weet niet, ik heb niet helemaal vertrouwen in die testen. Okay. Dus er stonden hele simpele dingen in, zoals ja, gezichtsuitdrukkingen herkennen en zo. Ja. Kijk, natuurlijk zijn er autisten die daar moeite mee hebben. Ja. Maar ja, je kan wel eens een lachende smij, die kan ik wel zien dat hij lacht. Ja, precies. Al, al moet ik wel soms zeggen dat jij dingen interpreteert dat ik denk van ja, zo zou ik het niet interpreteren. Nee, maar iedereen interpreteert dingen ja, wel een beetje waar. anders. Ja, waar, ja. Maar een lach op een smiley uh, kan je wel. Oh, je, niet hebt echt, je kreeg letterlijk een smiley en, okay, ja. en ik kreeg ook bijvoorbeeld uh, stripverhaaltjes ja. en dan moest ik daarop uh, reageren. Dus moest Vervolgens ik een bubbeltje door mijn, gaan invullen. Door mijn vader ja, bijvoorbeeld, jij ja, kan. Ja, ja, ja. Ja. Dan was het zo'n meisje die op de schommel zat en die zei tegen de ander, ik blijf hier lekker de hele dag op zitten. Mm. Dus dan had ik er neergezet, ik weet dus wat een kind het expres doe. Van ja. Uh, ja, veel plezier. <laughs> ja. Ja, ja, dan zie ik er natuurlijk doorheen dat het kind het expres ja, doet, ja, ja, ja. snap je? Uh, ja, ik weet niet wat ik het daarop had moeten antwoorden om het goed uit de test te komen. Want ja, je wilde graag het. Uh, nee. Ik wilde ja, graag het lepeltje ja, hebben. Nee, wil je het? Ja, wilde je het op de Ik meestal? wil nou, kijk, uh, je wilt het wel, maar als het er niet uitkomt, dan komt het er niet uit natuurlijk. Nee, dus het, dus het, kwam niet, niet uit. Nee, het kwam er niet uit. Nee, het kwam er niet uit. Ik kon te goed, uh, nou ja, gezichtsuitdrukkingen, emoties lezen en te goed dan inleven in uh, de ander. Maar ze hebben nooit even gekeken. Ze hebben nooit gezegd. Uh, uh, we doen een lijn op de grond. Ga ze vooruit lopen. Dat hebben ze nooit gezegd, of, nee, nee kijk, kijk eens, vrolijk en dat ja. je dan de hele tijd hetzelfde kijkt. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> ga eens de hoogte in met je stem of zo. Ja, ja. <laughs> nee dat ze allemaal niet. Nee. Waarom is het zo monotoon? Dat hebben ze niet gevraagd. Nee, allemaal ja, niet. Uh, dus uh, daar hield het weer op. Dus ik helemaal teleurgesteld, maar ik diepen niet uh, klein krijgen. De Ga ja. je dat? Nee. Oh. Fuck, allemaal. Fuck jullie allemaal, ik ben, ik ben, ik ben wel een autist. Um, en toen ben ik me aangemelden voor een gespecialiseerd centrum. En, en daar kon ik me aanmelden, omdat ik allemaal familieleden heb met autisme. Oh ja. Anders had het waarschijnlijk niet gekomen. Oh echt, is ja. dat zo? Een vriendin van mij die wilde dat ook heel graag. En die mocht zich daar niet aanmelden, want niemand in de familie had de diagnose op papier staan. Oké. Okay, Lullig eigenlijk, ja, hè? Ja, ja, Want dan ja. moet ik bij iemand beginnen. Maar toen waren die wachtlijsten waarschijnlijk ook nog niet zo hoog. Nee, die wachtlijsten waren helemaal niet hoog. Ik denk dat ik binnen een maandje al... Uh, ja? Ja. Nu is het echt negen maanden toch of zo? Ja, soms, ja vier maanden bij sommigen. Uh, dat is redelijk snel, vier maanden. Maar goed, je ging in Leiden, toch? Want kwam in Leiden, dat Ja, toppertje, ja. Toppertjes hoor. Ja? Ja. Want, ja. dus, dus je ging naar Leiden uh, voor zo'n test. Is dat ja. meerdere keren een test? Of ja, een... zeker. Dat is denk ik een aantal keer geweest. Misschien vier, vijf, zes keer of zo. echt zoveel? Vaak, ja. Mijn moeder moest ook apart. Die moest dan alles over mijn jeugd vertellen. Ja. En dan moest ik meerdere gesprekken en vragenlijsten invullen. Um, nou, toen was dat allemaal achter de rug. En zou ik de uitslag krijgen? En toen zaten we daar en toen zei die vrouw... Ja, het was voor mij binnen vijftien minuten al duidelijk. Ja? 15 minuten, ja, hè? Waar ik uh, jaren over in therapie heb moeten zitten. 15 Zij minuten. zag het binnen 15 minuten dat ik uh, zeker weten autisme heb. Oké. Okay. Van een autist ben. Wat vo Hoe voelde dat toen? Ja, toen ik heb, heb echt gehuild. Ja? Ja. Ja, dat is echt emotioneel. Ik zie hey, <laughs> dus je? Sorry, je... ik moet er van lachen van ongemak. Ja, maar ik zie dat jou emotioneel werd. <laughs> ja, ik vond het echt prachtig. <laughs> waarom zeg je dat prachtig? Nou, ik vond het een prachtig moment, dat meen ik echt. Ja, dat snap ik. Ja. ja. Uh, <laughs> <laughs> Ja, dat is echt want, uh, ontroerend. Want ze zeiden dat tegen je en toen dacht je van uh, eindelijk, nu snap ik het. Nu ja, ja, toen ik het dacht ik van nu kan ik gewoon niks meer doen. <laughs> Jij gaat ook echt lachen uit ongemak, maar ik zie gewoon tranen. Ja, maar ik moest daar gewoon. Ja, nee, ik vond het gewoon prachtig, omdat ik dacht. Um, en dat ze ook nog erbij zeggen dat ik zoveel pogingen had gedaan om toch deel te nemen aan de maatschappij. Toen dacht ik, oh, dan ben ik eindelijk? Zie ik mezelf niet meer als een opgever, maar gewoon als iemand die constant weer geprobeerd heeft juist om deel te nemen, terwijl het juist zo moeilijk was. En ja, zo zou ik het ook zeggen tegen mezelf. Ja, <laughs> nee, dat ja. nee, ja. ja, nee, nee, snap, snap echt. ik wel. Ja, ik moeilijk, dacht altijd: van ja. ja. ik kreeg ik van de buitenwereld vaak te horen of ook van familieleden: van ja, maar je moet wel wat langer volhouden, want uh, zo kun je nog niet zeggen of het mm. iets is. Maar ja, die hadden ja, geen idee veel, waar ik doorheen ging. Best wel veel mensen, ook mensen die ik ken en zo, die dit ook hebben meegemaakt. Als in, die hebben dan niet de diagnose of zo, maar mm -hmm. die ook inderdaad uh, altijd dachten dat ze niet goed genoeg waren. Of dat het uh, uh, inderdaad uh, dat ze opgevers waren en dat soort ja. dingen. Dat heb ik zo vaak uh, gezien. Ja. Ja. En, ik kan en, me nou voorstellen ja. dat het dan best wel. Nou, het kon, het kwam, een opluchting is. Ja, het kwam een hele opluchting. Want dan denk dan ben ik niet, ja, dan ben ik niet vreemd. Dan, dan behoor ik tot een hele grote groep mensen die hetzelfde ervaren. Ja. Maar dat is denk ik meer dat je, waar je naar op zoek bent. Een beetje herkenning en, en ook uh, dat je jezelf eindelijk kan leren kennen ook. Ja. Want sommige mensen zeggen: van ja, die diagnose heb ik niet nodig. Mm. Maar ik had hem wel echt daadwerkelijk nodig. Want ik liep er zo erg tegen aan. Tegen mezelf niet begrijpen en de wereld niet begrijpen. Dus uh, na die diagnose dacht ik niet van... Uh, nu ga ik uh, lekker in mijn nest liggen en niks meer doen. Nee. Ik dacht van, oké, okay, nu ga ik mezelf leren kennen. en Gaat het waarschijnlijk. Um, op een andere manier kan het eventueel wel lukken. Het ja. dus betekent niet dat je dan hoeft op te geven. Het lijkt mij wel interessant, mocht je naar aanleiding van dit verhaal... het beginverhaal in ieder geval van Guilaine, een vraag hebben of zo. Mm -hmm. Stel ze vooral... Uh, op Spotify kan het zelfs. Ik zal oh. dat even een Q&A uh, linkje aanmaken. Ik kan je kan op Spotify gewoon intypen. Die krijgen wij door. Maar als je dit op YouTube bekijkt, dan kan je dat ook doen, want we willen hier wat meer dingen gaan uitlichten over autisme. Uh, dus misschien over een paar weken dat we nog eens een keer een follow-up doen over uh, een onderwerp of uh, vragen die jullie hebben. Dus mm -hmm. mocht je die hebben, laat ze vooral weten. Dan gaan we nu door naar het snackje van de week. Oh jeetje, wat abrupt. Het snackje van de week zijn deze geweldige afbak croissants. Mm -hmm. uh, je kunt ze bij de Albert Heijn halen. En uh, het merk is Picard. 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 Het is een het Frans, is Frans merk. merk. Ze hebben best wel veel Picard. Want uh, ja. toen we mini-eten deden, weet je, mm -hmm. nog die video, toen hadden we ook allemaal dingen van Picard. Ja, maar het zijn wel grote croissants. Er zijn er acht. Ja. Voor uh, de ongelofelijke prijs van 4,60 euro ongeveer. Ja, zoiets ongeveer. volgens mij zag ik inderdaad ja. 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 ja, en uh, het is niet goedkoop, maar... Even laten ontdooien, dan gaan ze in de oven in een kwartiertje dan heb je echt een heerlijke roomboterkras. Nou heb ik dus te horen gekregen dat die van de Crisp ook erg lekker is. Ja, dat hoor ik inderdaad. Ik wil als, dus een ja. keer bij Crisp bestellen en dan een video erover maken. Ja, Zondag dat dat doen. Ik vind Crisp wel. Ik ben benieuwd. Ik zag allemaal lekkere dingen staan. Ja, misschien moeten we dat eens een keer even doen. En natuurlijk uh, de vetgezellig mystery box. Vetgezellig mystery box. Vetgezellig mystery box. Voor al je mystery box. Ook boxen. de snack van de week. Heerlijk. Ja, kijk, jij wilde dus inderdaad een uh, spel erbij pakken, ons spel. Die kan je natuurlijk gewoon krijgen via onze webshop of via bom.com. Dan krijg je een stickervelletje erbij. Hartstikke leuk. Gewoon doen. Ben je niet meer vergeten deze keer? Nee, hoop ik niet. Maar wat nog leuker is, is dat we voor een bedrijf een ander spel hebben gemaakt. Namelijk Miro's mentale fitheidsvragenspel. Het is een hele mond vol. Ja, dat wel. Maar uh, onze naam staat erachterop. Kijk, echt gezellig. Superleuk. En het is helemaal in de vormgeving van uh, het desbetreffende bedrijf gemaakt. Dus wij hebben in principe meegeholpen met de vragen. Uh, we hebben het ontwerp gemaakt. Uh, alleen de poppetjes en dat soort dingen, die zijn. Uh, ja, die, dat hadden ze al als huisstijl. Dat hadden ze al als huisstijl, inderdaad. Maar ze zijn wel echt leuk geworden. Het zijn leuke kaartjes. Uh. Kijk, ik heb mijn best gedaan, hè? Ja, we hebben een klein doosje. Dus uh, mochten er nog bedrijven zijn die denken van... oh, voor uh, kerst of zo vinden we wel leuk om een leuk, eigen spel te maken. Leuk, in ons kerstpakket. Hebben. In ons kerstpakket. Je kan ons spel krijgen, maar je kunt natuurlijk ook een custom eentje voor jullie ja, maken. Ja, je moet wel genoeg uh, mensen in dienst hebben. Dat wel. Hoezo? <laughs> ja, het kan niet vanaf hele kleine oplagen uh, Ja, het kan al vanaf 50 hoor. Maar, Echt? maar ja, ja, dat is heel duur, ja, denk ik. Ja, dat ik. is duur. Ja. Dat wel, maar het is, ja. kan wel. Uh, dus we hebben, ja, we hebben vragen. Deze zijn meer voor de werkende doelgroep. Mm. Miro is volgens mij een bedrijf waarin die je kan als bedrijf kan inhuren. Ja. Om uh, te zorgen online... dat je werknemers goede mentale gezondheid ja. behouden. Ja, dus, en dit spel uh, hebben wij dus mede mogelijk gemaakt. Dat vind ik Heel cool. Ja, en daarin gaan we dus even een, een, kaartje, trekken een kaartje trekken voor elkaar. Trekken. Precies. Nou, want leuk. Wat vind je het moeilijkste aan ouder worden en wat vind je het fijnste? Wat vind je er het fijnste aan? Het fijnste is dat je meer begrijpt van de wereld en meer begrijpt van jezelf. Ja, ja. Dat je, en dat je minder je druk probeert te maken om dingen. moeilijkste vind ik dat het op een gegeven moment dichter bij de dood komt. Oh ja, begrijp ik wel, ja. En dat het steeds verder weg is dat mijn moeder... Dat het, dat het dadelijk langer is dat mijn moeder niet kende als wel. Dat het allemaal een beetje vervaagt. Ja. Dat vind ik wel lastig aan ouderen. Maar ja, ze zeggen wel als je ouder wordt dat er herinneringen terugkomen. Dat schijnt, hè? Ja. Ja. Krijgt je voor jou trekken meid? Wat geeft jou het meeste energie en wat kost jou het meeste energie? Wat mij veel energie geeft is uh, slapen. Ja. <laughs> wat kost je heel veel energie? Zo wel. Wat regie je gepikkeerd? <laughs> Hoezo? Zo uh, ja. Nou, ik zit meer op de tijd. Oh, oké. Okay. Uh, nee, oh sorry, ja. Ja, 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 ja. ja. dank je. Graag ja. even slapen, rust nemen. En wat kost me het meeste energie is gewoon ademen, leven. Ben je niet serieus? Nee, ik ga het je. Nee, Wat kost je echt veel energie? Uh, sociaal contact, dat is echt uh, slopend. En, uh, openbaar maar sociaal voor... contact, in welke zin? Um, mensen die ik niet goed ken. Ja, okay. uh, maar ook wel mensen die ik ken. Maar eigenlijk het meest mensen die ik niet goed ken. En openbaar vervoer vind ik echt slopend, gewoon. Ja. ja. Daar hebben we binnenkort een oplossing voor, toch? Hopelijk. Autorijen kost me ook energie hoor. Ja, oké, okay, maar goed. Het, het is, je moet het ene met het andere uh, kunnen bestrijden. Ik denk bestrijden. dat het wel minder energie kost dan... Uh, ja? Okay, ja? ja. Blijkt me wel op een gegeven moment. Ja, ik hoop Jeetje. Oh, je schat. Ik zit ineens naar mezelf te kijken. Ik denk, oh god, die baard. Waarom is die weg? Ja, maar hij groeit wel weer aan. Ja, dat is ook hoor zo. Maar uh, dus, ik ben heel erg trots op hoor, dat we deze weer ja, we kunnen ik maken. Ook. Dus we hebben nu uiteindelijk... Vier doosjes, drie doosjes. Drie doosjes. Ik kan zelfs niet tellen. Ik zei er vier. Deze verkopen we zelf niet, overigens. Dat niet. De, nee. Dit zijn de enige twee die we verkopen. Uh, deze krijg je volgens mij bij Miro. Als je, als je bedrijf daarmee. Het is Miro bezig toch? Is. Miro? Miro. Oh, sorry. -R Miro. Sorry. Miro. Heeft trots op? Ja, hè? ik ben heel trots op. Ik, ben echt, ik vind het echt leuk. Ja. En ik denk dat het ook gewoon heel origineel iets is voor in bijvoorbeeld een kerstpakket. Precies. Dus uh, mocht je dat <laughs> willen, uh, mail ons invullen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor je openheid. Dankjewel, je schatje. Bedankt voor jouw openheid. Hoor? Over ouder worden graag gedaan. En uh, mocht je dus vragen hebben, stel ze vooral. En dan uh, zien we jullie volgende week weer met een mm -hmm. iets luchtiger onderwerp denk ik weer. Ja, het namelijk grammatisch Pak tussen.